DJI heeft recentelijk de Mavic 2 gelanceerd. In twee varianten, de Mavic 2 Pro en de Mavic 2 Zoom. En bij alle voorgaande Mavic toestellen was het altijd zo dat je een toestel had en van dat toestel ook een Flymore combo. Een kit waar extra accu's, een tasje en wat andere accessoires erbij zitten. Nou, tegenwoordig hebben ze die combo losgetrokken en in plaats van dat je dus de Mavic in de gewone en Flymore combo versie kan kopen, heb je nu de Flymore kit die je los kunt aanschaffen en waar dus los al die accessoires in zitten die je normaal extra kreeg. Nou, die Flymore kit hebben we hier los en die gaan we dus even openmaken om te kijken wat daarin zit. Dat zit dus tegenwoordig los verpakt en niet meer in één grote omdoos zoals we dat bij de Flymore combo's zagen. En dat heeft als voordeel dat je niet bij de aanschaf ook hoeft te kiezen of je nou wel of niet die Flymore combo wil. Maar dat je ook achteraf de Flymore kit kunt aanschaffen om je accu's en tasje goedkoper aan te schaffen. Zo. Nou, als we een doosje openmaken, dan krijgen we daar eigenlijk het tasje uit waar het toestel en alles in zit. Zo. En daar zitten dan ook alle accessoires in. In de onderkant van de doos zitten, even kijken of je dat zo kunt zien, zitten een aantal boekjes nog. Ja, verder niet heel spannend, want een tasje heeft geen hele grote gebruiksaanleiding. Maar dit is het tasje en dit lijkt eigenlijk heel erg op het tasje van de gewone Mavic met het flapje en qua design. Alleen is hij wel een slagje groter, omdat de Mavic 2 gewoon een maatje groter is dan de gewone Mavic. Nou, dan gaan we gewoon eens kijken wat erin zit. Bovenkantje open. Even kijken, zit hier in de deksel nog iets? De deksel is leeg. We hebben doosje nummer 1. En daar hebben we de autolader in zitten. Zo. Nou, de autolader is eigenlijk qua lader heel erg vergelijkbaar met de gewone lader die erbij zit. Zelfde stekker, zelfde laadblokje. Alleen dan uiteraard met een 12 volt sigarettenplug. Zodat je makkelijk minder sigaretten aansteken kunt prikken om hem onderweg op te laden. Dus die autolader zit erin. Dan hebben we een tweede doosje. Hierin zitten een aantal losse dingen zo te zien. De tasje vies aan de kant. Hier hebben we als eerste de schouderband van het tasje. Een mooie stevige band met een leren schouderstukje eigenlijk. Dus die kun je gebruiken om het tasje als schoudertas te dragen. Dan hebben we, even kijken, de welbekende battery to powerbank adapter. Dat is een klein blokje eigenlijk die je op de accu kunt prikken. Ik zal zo even laten zien hoe dat erop gaat. En dan heb je twee USB aansluitingen waar je dan een USB kabel op kan prikken. En dan kan je dus bijvoorbeeld je telefoon of tablet of eventueel de afstandsbediening opladen met een accu van de Mavic. Kijken wat we nog meer in de doosje hebben. Die is leeg. En dan hebben we als derde de charging hub. En dit is een blokje. Even kijken of die folie eraf krijgen zo. Of met een mesje. Dit is eigenlijk een blokje waar je de lader op aansluit. Zodat je daar meerdere accu's op kunt aansluiten. En dan kun je al je accu's eigenlijk tegelijk opladen. Hij laat ze niet altijd tegelijk op. Maar het zorgt er in ieder geval voor dat je dus niet steeds een accu'tje hoeft te wisselen als de ene vol is. Je klapt hem dus eigenlijk open. Dus als je hier aan de zijkant kijkt, dan klap je zo de zijkantjes klap je naar buiten toe. Dan heb je eigenlijk vier plaatsen zo, aan beide kanten twee, waar de accu's op kunnen. En aan de onderkant van de charging hub zit een connector. Die zit hierin verwerkt. Even kijken, hier zo zit die. En daar kan je dus de lader in doen. Je kan het even voordoen met de autolader. Als we die erbij pakken, dan kun je die autolader dus hieronder in de charging hub prikken. Dan loopt die kabel netjes naar de zijkant eruit en kun je het hubje zo plat op tafel leggen. En dan kun je zo vier accu's er tegen aanschuiven. Ik leg hem even aan de kant, dan klikken we zo de twee accu's erin. Even kijken, dan hebben we hieronder, hebben we zo te zien de accu's. Eén accu en twee accu. Een stukje schermschuim ertussen, nee, dat is niet zo heel spannend. En dit zijn dus de twee extra accu's in de Flymore combo. Zo. En om je dus een idee te geven hoe dat dan op die charging hub gaat. Die accu's die gaan zo vanaf de zijkant op die charging hub. Op deze manier. En datzelfde geldt ook aan de andere kant. Dus deze kant zo erop.
En zo kan je dan dus 4 accu's tegelijk erop zetten, zodat je ze niet hoeft te wisselen en te doen aan de lader. Zo, even kijken. Nou, dan hebben we zo te zien het hoofdvak helemaal leeg. Even kijken wat we verder dan nog hebben. We hebben hier aan de voorkant nog als laatste de extra setjes reservepropellers. Die zitten ook eigenlijk altijd in een Flymer combo. Een aantal setjes reservepropellers, in dit geval een setje van 4 propjes. Zodat je een aantal extra propjes hebt voor tijdens het vliegen. Nou, dit is eigenlijk hoe die Flymer combo eruit ziet. En alles wat je dus nodig hebt, past ook in die tasje. Dus het toestel past in het tasje, de Mavic zelf, de afstandsbediening past erin. Het hele setje kun je hierin kwijt, zodat je inclusief alle accu's, lader en afstandsbediening, alles eigenlijk daarin mee kon nemen. En dat je een mooi klein compact tasje hebt waar het geheel mee kan. Nou, mocht je nou een Mavic 2 of zo'n Flymer kit willen bestellen, dan kun je uiteraard terecht op droneland.nl of in onze winkel.